Hallo iedereen, dit is Nona en welkom bij een nieuwe video. Voor degenen die het nog niet weten, ik heb een nieuw uploadschema. Ik ga op dinsdag altijd een soort van sketch, een video over mijn leven, Q&A, weet ik veel wat, een vlog, uploaden. En op zaterdag ga ik mijn kanaal een beetje omgooien en wat meer naar de fashion, beauty, favoriete stijl video's gaan. Dus ik wil daar ook heel graag mee verder gaan, dus daarom 2 video's per week. Ben jij nieuw op mijn kanaal en lijkt je dit heel leuk om 2 video's van mij te zien? Subscribe dan zeker hier beneden, laat zeker al een likeje achter en comment hier beneden wat daar nog video-ideeën zijn die jullie graag willen zien. En dan gaan we nu verder gaan met deze video. De video van deze dinsdag is een Q&A. Ik heb jullie op Twitter gevraagd welke video jullie het liefst wouden zien en jullie stemden massaal voor Q&A. Als jij volgende keer meer inspraak wilt hebben in welke video er online komt, volg mij dan zeker op Twitter, want daar ga ik soms een poll op zetten. Maar laten we vooral beginnen met deze Q&A. Andreas Verhagen vraagt: hoe heb je Andreas leren kennen? Deze vraag kreeg ik zo vaak en nu krijg ik hem zelf van Andreas zelf. Andreas en ik hebben elkaar leren kennen doordat mijn beste vriendin zijn ex met mijn ex kuste en zo ben ik in contact gekomen met hem. En zijn we verliefd geworden op elkaar. En ja, nu zijn we dus al 8 maanden samen. En ik ben heel blij dat ik hem heb leren kennen. Is dat een goede uitleg, Andreas? Tiffany Laagstreepje Lux vraagt: zou je ooit een Engels YouTube kanaal beginnen? Of jouw kanaal in het Engels doen? Vroeger heb ik er heel erg aan gedacht om mijn Vroeger heb ik er heel erg aan gedacht om mijn YouTube kanaal Engelstalig te maken, zodat ik uiteindelijk veel meer mensen zou kunnen bereiken. Uiteindelijk heb ik toch besloten om verder te gaan met Nederland, omdat het toch wel wat makkelijk is voor mij. Ik toch al wel wat bereik had opgebouwd, wat misschien niet zo leuk zou vinden als ik het ten eerste in het Engels zou doen. En dan zou ik ook niet meer bijvoorbeeld kunnen vloggen of zo met andere mensen of minder collabs doen, omdat die mensen dan ook Engels zouden moeten praten. Ga je verder studeren en zo ja, weet je al wat? Ik ga sowieso verder studeren. Met een diploma secundair onderwijs ben je eigenlijk praktisch niks. Dus ik moet wel gaan verder studeren. Ik wil graag radio, televisie of media en entertainment business gaan studeren. Ik weet echt nog niet zo goed wat, maar daar dient het zesde zo wat voor om een beetje te ontdekken wat je graag zou willen gaan studeren. Vandaag ging er toevallig een blad rond in de klas en moest je al opschrijven wat je dacht dat je graag wou gaan studeren. Ik was een van de laatste die dat blad kreeg en ik zit in wiskundewetenschappen en letterlijk iedereen had iets opgeschreven: geneeskunde, ingenieur, allemaal zo van die wiskundige, wetenschappige richtingen. En dan stond ik daar tussen die lijst met mijn radio, televisie of media en entertainment business. Ik zit mega goed in mijn richting, dat is duidelijk. Hoe ga jij om met haat? Raakt het jou echt of doet het jou niet zoveel? Deze ga ik combineren met de vraag: maakt het jou iets uit wat mensen van jou denken of vind je dat niet zo belangrijk? Haat heeft mij eigenlijk nooit echt pijn gedaan, behalve misschien haat over dingen waar ik zelf ook onzeker over ben. Dat dan misschien wat kan staven. Maar ook veel door Andreas bijvoorbeeld kan ik aan die onzekerheden werken. Hij support me daar ook heel erg in. En daardoor doet haat me ook niet zo heel veel meer. Vroeger, in het eerste en tweede middelbaar, trok ik mij ook heel erg aan wat dan mensen van mij dachten. Maar door YouTube is dat eigenlijk veel minder geworden. En ben ik nu blij met wie ik ben en trek ik me er niet meer zoveel van aan wat dan mensen van mij denken. Er zijn genoeg mensen op het internet die mij niet leuk vinden, op school die mij niet leuk vinden. Je zult nooit iedereen kunnen plezieren. So be it. Robin... Wow, ik zat ineens zicht. Robin Leus vraagt: wanneer krijg ik een SO? Robin, hoe lang vraag je me al of ik je een shout-out wil geven? Bij deze, shout-out naar Robin Leus. Hoe zou je reageren als iemand een diss-track over jou zou maken? Ik denk dat je dat nog wel grappig zou vinden, ook zeker als ze mij heel goed kennen. Ik denk dat Mats ooit zei dat iedereen over mij wou maken, maar het is er nog niet van gekomen, dus hij zal niet genoeg schandalige dingen over mij vinden misschien. Hoe gaat het nu echt met je na alles wat er gebeurd is? Het gaat eigenlijk best goed. Er is echt wel een tijd geweest tijdens school waar ik er echt onderdoor zat en zo. Maar ik begin terug back on track te geraken. En ook met YouTube, nu dat ik zo'n soort van uploadschema heb, gaat het veel beter. Ik kan beter plannen en zo. Wiskunde gaat nog steeds echt redelijk slecht, maar we'll get over it. Het gaat wel zo van nu. Fijn dat je het vraagt. Tijdreizen. Terug in de tijd of naar de toekomst? Ik zou terug in de tijd gaan, zodat ik papa nog eens zou kunnen zien en zo. En al die dingen opnieuw zou kunnen beleven. Dat zou ik heel fijn vinden. De toekomst komt wel. We zien wel wat er allemaal gaat gebeuren. Ik wil eigenlijk nog niet per se zien wat er in de toekomst gaat gebeuren. School of werk? Als ik school zou kunnen opgeven, voor YouTube bijvoorbeeld, en ik zou echt kunnen rondkomen met YouTube, ik zou het echt doen. Haat school, echt. Ik ben het zo freaking beu. Zeker op KSD. Zeker in het zesde middelbaar. Alles is er gewoon nog te veel aan. Het is gewoon te moeilijk. Te veel. Het laatste jaar is er echt te veel aan. Ik wil hier weg. Ik wil weg van school. Ik wil geld verdienen. Ik zou voor werk gaan. Nu kan ik zo mega goed in de titel zetten. Zo school opgeven voor YouTube. Wat zou je ooit eens willen doen met je fans? Ik wil sowieso nog graag naar zo van die meet-and-greet dingen gaan. Dus als jullie ergens naartoe gaan, send me een message. Laat het weten in de comments. En dan zal ik zien of ik daar ook aanwezig kan zijn. Dit was de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als je het niet leuk vond, vergeet zeker geen duimpje omhoog achter te laten. Dus subscribe hier beneden als je mij nog niet kent. En in de comments alles waar ik naar gevraagd heb in de comments achter te laten. Als je nog vragen voor mij hebt, laat ze zeker achter in de comments. Ik antwoord op alle comments. En dan zie ik jullie heel graag terug in een van mijn nieuwe video's. Bye guys!